fans. Yo, 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 ik ben Mees en vandaag ben ik bij... Mij! Niet bij Boas, maar bij Jump Excel Spijkenissen. Je bent ook. Dit is, ik ben wel mij. Met Boas en met Timo, maar vandaag staat Boas in zonnebroek. En gaan wij eventjes een lekkere trainingssessie hier houden. Het doel is om eigenlijk een paar freerun challenges in het trampolinepark te bedenken. Kijken wat er allemaal te doen is. En ja, laten we kijken wat de video brengt. En dan gaan we er weer wat siks van maken. Laat alvast een duimpje omhoog achter. Abonneer alvast, druk op het belletje. En dan gaan we nu eerst even warm worden, want dat is altijd heel erg belangrijk. Warm worden, krijg geen blessures. Let's go! We hebben even een warm-ups challenge. Hier achter ons staat een heel groot mooi grijs blok. En wij gaan daar op... Double side doen. Yeah! Alleen hij beweegt wel een beetje, dus... Ja, want kijk, als ik erop spring... Oh, dan veert hij. Dus we gaan proberen double side erop te landen. Die was heel hoog. Oké, ga je meteen voor double side? Ja. In de lucht, nee, ik ga voor de blok landen. Nog een keertje. Ja, die was clean. Die was beter. Lekker. Oh. Oké, nu ik. Ik doe eerst een hoge side en daarna dub side. Easy. Dub side. Lekker. Ik dacht even dat je me op het randje ging stikken. Ja, ik ook. Holy shit. I'm scared. Lekker. Kijk, die was easy. Al veel beter. Maar net, jongen, ik zie in de lucht zie ik dat ik hier zit. Ik dacht, nee. Dat is echt wel echt heel erg eng. Net hebben Timo en ik daar een dub side challenge op gedaan. Nu gaan we kijken hoeveel salters we op dit blok kunnen. Dit is niet zo'n heel breed blok, dus een stukje enger en een stukje lastiger. En ja, backflip is altijd mogelijk. Want ja, dat is niet zo. Let's go! Oké, nou moet ik. Ik heb dit nog nooit op zoiets gedaan. Oh, je stikt hem ook. En de volgende, sideflip. Oké, Timo. Oh shit. Ja. Lekker. Standing sideflip. Oh. Easy. Frontflip. Kijk of we dat kunnen. Webster of frontflip? Webster. Oké, nu hoger, nu hoger. Sketch wel. Hij was niet goed, geen goede frontflip, maar zo is hij wel. Ik kan niet meer zo'n goede websitjes. Die was er bijna naast. Maar je had hem wel. Nou, Timo. Ja, nou kijk, ik kan ook geen webs op de grond. Maar ik kan hem wel hier proberen. Doe. Voor de fans. Oh, yeah. Ja, die had je hem. Wow, oh, nice. Nee, deze nog niet. We zijn bij een nieuwe area. Hier bij de airbag. En hier is een mooi plekje waar ik gateflip kan oefenen. Die had ik laatst geoefend in de video. Wil je die video zien? Staat in het i'tje. En Boas doet hem al meteen. Je viel wel verdoor. Dit is de verkeerde kant voor mij. Dat is zo lastig. Ga je die ook proberen, Timo? Ik ga hem ook proberen. Let's go. Nice. Oh, die was gewoon clean. Niet, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Oh, netjes. Nog een keer. Super clean. Die was al een stuk beter. Deze was echt sick. Die was clean, omdat ik nu popte ik hem echt omhoog. En dat is belangrijk bij deze, dat je je afduwt en tegelijkertijd ook met je heup zo bam, naar voren gooit. Nu een dubbel kortje van het blok in de airbag. Die hebben Timo en ik de laatste tijd best wel vaak geoefend, dus die gaan we nu hier vanaf proberen. Oh, je landt hem wel echt bijna. Let's go, nog een keertje. Stik hem. Nou, zo dus. We gaan nu van dit blok, het is niet een hoog blok, naar de airbag double side proberen.
Dubbelside hebben we in de vorige video ook gedaan. Nog steeds in het i'tje, dus check hem. Maar nu gaan we hier vanaf dubbelside proberen. Laten we steenpuur schaar doen, wie hem als eerst gaat doen? Ja. Oké, dan mag jij hem als eerste gaan doen, want deze is niet chill. Die was nog redelijk ver hoor. Ja, maar je moet daar heel hard afzetten. Ja, heel hard. Oh, oh gast. Gast, die kan ik oprecht landen. Holy dat shit. Dat weet ik zeker. Oh, oh gast. Ik klapte gewoon in de airbag dubbel op mijn voeten. Goh, die het is een beetje staan. Die dubside, ik kwam super close. Ik ga hem niet nog een keer doen, want ik kwam letterlijk zo in de airbag. Dus echt zo... Ik zet hem vol door mijn been heen. Ga een nieuwe challenge zoeken in dit park. Want die zijn er sowieso. We hebben hier een muurtje. En we doen zo meteen een sideflip eroverheen. Dan land je hier in de trampoline. En dan moet je weer een sideflip doen. Lekker G. Hij was echt ziek ver naar voren. Ik schrok echt, want ik zette hem in en ik dacht, oh, dat ga ik nooit halen. Oh, die was best clean. Ja, alleen ik had niet goed ingeschat, want hij ging niet goed nog een keer. Jullie hebben hem zo makkelijk en dan kom ik aan. Maar je moet die eerste gewoon heel ver. Maar die sideflip was mijn eerste sideflip was echt slecht. Daarom. Ja. Oh, nice. Oh, kan even lekker gast. Dat ging niet. Lekker. Ver en door, ver. Hier, easy. Dat was veel ja, beter. Veel beter. Oké, dames en heren, dit was de training bij JumpXL. Was wel redelijk geslaagd. We hadden niet heel veel tijd, dus we hebben niet de leukste dingen kunnen doen. Maar dat gaan we sowieso nog bij andere parken doen. Laat weten bij welke andere parken ik allemaal nog langs moet gaan. Ga ik sowieso doen. Binnenkort ook veel meer buiten, want het wordt weer lekkerder weer. Maar ik zie jullie weer terug bij de volgende video. Later.